Yo, Nintendo fans! Welkom! Oh, op nacht 12 wou ik zeggen, maar hey, het is nog niet dag 12. Het is nog steeds dag 11, maar later die nacht in Pikmin 3 Deluxe. Ze denken nog steeds dat dit Olimar is en hij is nog niet wakker geworden sinds die aan boord is gebracht. Er vliegt even een bad eend langs. De kapitein zegt, ik ken dat spacesuit, zijn ruimtepak. En dat pak zorgt ervoor dat als je verrast wordt, dan ga je in diepe slaap. Hij heeft een complete verrassingsverjaardag gemist omdat hij schrok en toen in slaap viel. Elf die vragen, wat gaan we nu doen? Nou, hij is nog steeds aan het tukken. Kapitein zegt, we kunnen niks doen, want hij moet ons vertellen waar de Cosmic Drive key is. En daarvoor moet hij eerst zelf wakker worden. Brittany zegt, laat me hem slappen. Haha, ja, slappen! Je bent altijd zo boos. En kapitein zegt, nee, dat doen we niet. We moeten gewoon op hem letten. En dan, de volgende morgen. Hé, huh? Wat? Is die ontsnapt? Oh, en hij is ontploft, zo te zien. De kapitein wordt wakker van dat geluid. Wat was dat? Hij zegt, hoe kan dit? Waarom zijn we niet in de lucht? Ik kan ook niet eventjes slapen voordat alles fout gaat. Elf zegt, dit is slecht. Olimar is verdwenen. En je rubberen eendje ook, kapitein. En nu wordt hij gek, hè? Nu wordt de kapitein gek. Wat, mijn rubberen eendje? Brittany zegt, oh nee, dat is nog niet alles. Hij is er vandoor met al onze sap. Gast, we hebben hem net gered en kijk wat hij nu doet. Dit is zo niet cool. We moeten hem hunten. We moeten achter hem aan. Wat een gozer, joh. Oké, we moeten ook even Pikmin meenemen. Let's go, guys! We gaan achter die gozer aan. Wat een dief, joh. Hij steelt gewoon al onze spullen. En hij zegt, er is een pad hier. Ons eten moet die kant op zijn. We laten hem niet ontsnappen. Hier is weer een brug die nog niet gebouwd is. Hier is een hint. Louis heeft nog voor meer problemen gezorgd. Hij eet 3 keer de volume aan eten dan wat ik eet. Niet goed, Louis. Niet goed. Heet deze gozer dan Louis? En eet hij al ons eten op? Dat is niet oké, vriend. Ben jij trouwens hier doorheen gegaan dan? Dat moet haast wel. Maar hoe? Hoe ben je hier doorheen gegaan? Je hebt geen Pikmin meegenomen. Oké, charge deze gozer. Lekker. Oké, die is klaar. Ga maar gelijk even bruggetjes bouwen, jongens. Lekker bezig. We hebben de overblijfselen gevonden van wat op lijkt een onderwaters... iets, een gebouwtje of een structuur. En we moeten dit herstellen, want dan kunnen we naar de overkant. Louis is hier, maar we hebben nog iemands hulp nodig om dit te doen. Zij kapitein Olimar dus in het verleden. Dit zijn allemaal berichten uit het verleden. Hier kunnen we trouwens even gaan graven, denk ik. Hier ligt volgens mij een blauw dingetje onder. Ja, kijk. Hier ligt een blauw dingetje onder. Oftewel, we kunnen ook nog blauwe Pikmin gaan verwachten. Lekker bezig, yellow Pikminnetjes. Kijk. Maar die hoeven we even nog niet terug te brengen. Want als we die terugbrengen, dan verandert dat natuurlijk in geel. En dat moeten we denk ik niet hebben. Althans, dat denk ik. Dus even kijken wat we hiermee kunnen doen. Ik denk dat ik daar even mijn roze Pikmin op af moet sturen. Let's go, jongens. Trek het eruit. Dit ziet eruit als een ui. Ik denk dat hier de blauwe Pikmin komen, jongens. Let maar op. Ja, dit is de blauwe ui. Nice. Super cool. Ja. Kijk, heel tof. En er komt inderdaad een blauw zaadje uit. Ik denk dat het goed is als we heel even teruggaan. En dan stoppen we even wat Pikmin terug. Zo, dan houden we van allemaal 15 over. Echt super cool dat we nu weer een andere soort Pikmin tegen gaan komen, jongens. Kijk, deze kunnen we dan even hieruit trekken. Ja hoor. Het is de blauwe Pikmin. En zo te zien kunnen de blauwe Pikmin dus tegen water. Dit is waar we al een tijdje op aan het wachten waren. Heel cool. Yo, blauwe Pikmin. Ga eens eventjes wat vriendjes regelen. Toppie. Kijk, we hebben al 3 blauwe. Wat staat er op deze hint? Ja, blauwe Pikmin kunnen dus inderdaad tegen water. Dat kan echt nog even flink van pas gaan komen, jongens. Kijk maar, want hier is knijtertje veel water namelijk. En ik denk dus dat we die brug moeten gaan maken met de blauwe Pikmin. Kijk, toppie, nog meer blauwe Pikmin. We hebben er nu al 10 te pakken. Lekker, guys, dan mogen jullie deze even meenemen met z'n allen. En dan gaan we beginnen aan het avontuur met de blauwe Pikmin. Hey. Oké, ik laat alle andere Pikmin even achter. We gaan het even doen met de blauwe Pikmin. Ik zie daar wel een enemy... Ik ben wel een beetje bang voor die enemy. Eigenlijk wil ik die enemy nog even met rust laten. Laten we gewoon lekker de brug gaan bouwen, jongens. Oh, laat die enemy met rust. Alsjeblieft, jongens, laat die enemy met rust. Ja, helemaal goed. Oh, laat hem niet het water uitkomen. Oh, wat doe je? Oké.
Oké, gelukkig. Hier zijn ook nog wat enemies. Hier is nog een hint. Een blauwe Pikmin die kunnen dus aanvallen terwijl ze zwemmen. Dus zij zouden deze kapot kunnen maken. Oh, jongens. Kom maar even. Ik vertrouw die vijand vertrouw ik echt voor geen meter namelijk. Nee, ik dacht het al, jongen. Dat gaat helemaal fout. Let's go. We gaan eerst de brug even bouwen met z'n allen. Heel goed. Laat mijn Pikmin met rust, jongen. Laat mijn Pikmin met rust, jij vieze kwal. Kijk, we hebben de brug gebouwd. Nice. Dan kunnen we naar de overkant. Oh, en ik denk dat we hier wel even andere Pikmin voor moeten gebruiken. Dan wil ik eigenlijk even de rode Pikmin meenemen, denk ik. Want dat zijn onze vechtersbazen. Tenminste... Ik hoop dat dit goed gaat. Ik hoop dat wij hem kunnen verslaan met alle rode Pikmin. Ja. Oh, wacht. Wacht, hoe moet ik jullie redden? Ja, ik moet jullie bubbels... ik moet jullie bubbels kapot maken. Nice. Oké, dan roepen we de blauwe er even bij. Want de blauwe moeten meer worden. Dus ik denk dat zij deze enemy even weg mogen gaan dragen. Dan kunnen we de zwarte Pikmin gebruiken voor dit. Die kunnen dat fruitje even mee gaan nemen. En dan kan de rest even helpen om deze naar beneden te gaan brengen. Ja, oké, dan hebben we weer een shortcut te pakken. Oh, pas wel op voor het water trouwens, jongens. We moeten natuurlijk wel elke keer op letten dat ik alleen de blauwe Pikmin meeneem het water in. Want als ik het water inloop met die andere Pikmin, dan gaan al die andere Pikmin dood. Oké, nice. We hebben nu 23 blauwe Pikmin. Maar jullie kunnen deze vissen even aangevallen, hè, blauwe Pikmin. Kijk, dat doen ze goed, hoor. Dat doen ze heel goed. Ja, dat is top. Hier, breng hem even een aardbeidje weg. En misschien kunnen jullie deze dan ook even openen, deze poort. Ja, dat gaat wel lukken. Jullie mogen ook even helpen met z'n vieren. Toppie! En dan moet ik denk ik ook even de roze Pikmin mee gaan nemen. Want die kunnen natuurlijk gewoon over het water heen vliegen. Kijk, zie je? Die vliegen hier gewoon lekker overheen. Dat is helemaal top. Die blauwe hebben ondertussen hier lekker dat muurtje kapot gemaakt. Eens even kijken. We moeten natuurlijk op zoek naar die grote gekke Louie. Maar waar is die? Oh, wacht even. Moeten we serieus daar langs? Daar heb ik dus echt geen zin in, hè, dat we daar langs moeten. Oké, jongens, valt deze ook even aan met z'n allen. Hey, lekker. Nice. Kom maar allemaal even terug. En val deze maar even aan. Oh, jongens, val hem aan dan. Val die kwal aan. Die kwal is echt super gevaarlijk. Oké, en terug. Dan de volgende stap is om deze muur kapot te maken. Oh, jongens. Ik vind het maar spannend. Ik kan hier natuurlijk niet zomaar langs. Kijk, daar is wel een stukje voor een brug. We moeten hier wel langs. We moeten langs die krab. Gaan jullie je maar even met die brug bezighouden? Dan ga ik even kijken wat hier allemaal gaande is. Eens even kijken. En misschien moeten we toch maar eerst even die brug gaan bouwen. Ik weet het anders ook niet. De tijd gaat wel snel op deze dag. En we hebben natuurlijk geen drinken. Dus ik... Ja, we hebben wel wat fruit teruggebracht. Oh, wacht even. We bouwen een huisje. Oh, ik snap hem al. We bouwen hier een overgang. Ja. Dat we kunnen overspringen. Nice. Oké, blauwe Pikmin, kom maar. Breng deze maar even naar jullie bubbel. En breng die maar even naar jullie bubbel. En deze mogen we ook naar de bubbel brengen. Doe maar. Charge. Kijk, dan kunnen we straks hier naar de overkant springen. Dat is natuurlijk de bedoeling. Het volgende wat we moeten doen is toch echt even wat fruit, denk ik, terug naar huis brengen. Want dan hebben we sappies. En dan kunnen we in ieder geval weer een dag overleven. Want zonder sappies kunnen we niet overleven. Kijk, ik dacht in eerste instantie dat die steentjes voor deze brug waren. Maar nee, het is daar om een overgang te bouwen. Daartussenin. Zodat ik al mijn andere Pikmin naar de overkant kan brengen. Nice. Vind ik ook helemaal goed. Ben ik ook tevreden mee. Kijk, daar komen allemaal extra blauwe Pikmin aan. We hebben nu de maximale aantal van 36 blauwe Pikmin. En ik denk dat we toch even deze vis gewoon gaan aanvallen. Want anders zwemt hij alleen maar hier in de weg. Pak hem. Hij gaat weg. Moet ik nu al mijn Pikmin terugroepen? Ja, ik moet al mijn Pikmin terugroepen. Oh my gosh. Is hij nu al een keer dood of niet? Hij leeft nog steeds. Ga kapot. Lekker. Oké, die is klaar. Kijk, en dan hebben we hier nog een stuk fruit. Nou hoop ik dat er een bepaalde weg is die we kunnen gaan. Met dit fruit. Want dat fruit hebben we hard nodig, jongens. En zo te zien hebben ze al een weg gevonden. Ze gaan via deze kant. Het enige ding is dat ik nou hoop dat hier niet al te veel enemies zitten. Ja, kijk, dat bedoel ik. Er zitten namelijk wel enemies. Pak ze aan, die visjes. Kom op, pak die visjes. Maak die visjes kapot. Maak de visjes kapot. Lekker. Kijk, en dan hebben we hier dus inderdaad de roze Pikmin nodig. Die hier even dit muurtje optillen. Of die dingetjes optillen. Zodat iedereen er lekker langs kan. Hier kunnen wij... Nou, misschien kunnen we hier trouwens wel wat doen. Ik dacht dat we daar nog niks konden doen. Maar misschien kan dat wel. Dan moeten we even deze terugroepen. Eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Ik ben benieuwd.
We kunnen namelijk hier gewoon even 8 roze Pikmin tegenaan gooien. En dan? Dan gaat deze open. Ja, top. En dan kunnen zij dat fruit er weer uithalen. Ik weet alleen niet hoeveel er voor nodig zijn. Precies 5. Oké. Okay. En als het goed is, heb ik het dan nu precies genoeg om de poort nog even open te doen voor ons? Nee, daar hebben we er dus 10 voor nodig. Oké, laat het fruit maar even vallen. Dan mogen jullie de poort open doen. En dan nemen de blauwe Pikmin nemen het fruit mee. Kijk, dit is teamwork, jongens. Die blauwe en die roze, die kunnen goed samenwerken. Super cool. Helemaal netjes. Helemaal netjes. Oké, de roze mogen ook weer mee. Kom maar. Ja, we hebben genoeg fruit op deze manier hoor, jongens. Ja, en dan is het alweer bijna het einde van de dag natuurlijk. Dus ik ga eventjes de blauwe Pikmin lekker laten chillen. Zo, hoppakee. Waar zijn trouwens al die gele Pikmin? Zijn die allemaal terug bij het begin? Ik denk het, ja. Ze staan jullie allemaal hier te chillen? Ah, jullie staan allemaal hier te chillen. Zo te zien ben ik nog wel wat Pikmin kwijtgeraakt onderweg. Hé, waar is de rest? Ik heb er maar 17 in mijn squad. Waar is de rest dan? Oh, hier staan er nog, joh. Nou, die blauwe laten we lekker slapen. We hebben er 48 maar liefst van die blauwe, dus dat is top. Oh, dit gaat helemaal fout, jongens. Dit gaat helemaal fout. Oké, ik ben er denk ik een aantal verloren. Ik had er nog 23 in mijn squad zitten. Oh, die lopen gewoon mee. Oh, die hoeven we helemaal niet thuis te brengen, joh. Dus we hoeven niet helemaal terug te lopen altijd. We kunnen gewoon de Pikmin in de squad gaan houden. En dan die lopen sowieso met ons mee terug. Oh, maar ik ben er toch een paar kwijt, jongens. Ah, het zijn er uiteindelijk 4. Oh, gelijk een aantal blauwe die zijn gesneuveld. No! Ja, en die blauwe ui, die is even meegegaan. En ja, die zit nou ook bij de rest van de uitjes. Dus nu kunnen we alle Pikmin op één plek verzamelen. En gelukkig, jongens. Gelukkig hebben we fruit gevonden. Anders hadden we deze dag niet kunnen overleven. Ja, want die gekke gast, die heeft gewoon al ons fruit gestolen, jongen. Al ons fruit en al onze sappies. Dat is echt niet normaal. En gelukkig heb ik nu een voorraad van 4,5 sappie. Nou ja, eentje die drinken we nu op. Maar freaking Louie, jongen. Zomaar neem je al onze sappies mee. Ja, dat was het einde van dag 12, waarin we dus de blauwe Pikmin hebben ontdekt. En in het dagboek van 11 zegt hij, de blauwe ui die kon alleen maar 1 blauwe Pikmin produceren, maar dat is niet helemaal waar. Want hij werkt nu gewoon. En Elf die denkt, oh, gelukkig dat dit gelukt is, want anders waren de blauwe Pikmin misschien wel uitgestorven. Gelukkig zijn ze niet uitgestorven, jongens. Dit was dag 12 van Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor elke dag Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!